Je staat vanochtend op, het is een beetje druilerig weer. Je denkt, nou ja, wat doe ik? Ga ik naar buiten of ga ik terug? Pak mijn IL-15 pil ja, en hop, ik ben niet meer te houden. Je bouwt een rat in je woonkamer en je gaat daarop rennen. Klaar ben je. Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen. En ik, middle-aged man, vandaag niet in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, dat zien jullie. Maar daarbij de grens tussen zinvol en onzin niet uit het oog willen verliezen. Vandaag praat ik met Jurgen en Guido en jullie allemaal over slimmer presteren met een beweegpil. Zinvol of onzin? Geen motivatie, te weinig tijd of een onwillig lichaam. Het is niet altijd makkelijk om te gaan sporten. Wat als er een beweegpil zou zijn die dat probleem voor je oplost? Hoe ziet zo'n pil er dan uit? En zitten er ook nadelen aan? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, want dan weet je altijd meteen wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Ga ik straks nog iets meer over vertellen. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende evenement of bijeenkomst als spreker of presentator. En nummer 3. Je ziet ze hier al om je heen staan. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres en event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey, goedemorgen. Gerrit. Goedemorgen. Ja, welkom. Het is zover, aflevering 200. We hebben alle ingrediënten hier. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die doet het ook. En live publiek, goedemorgen. Daar zijn we dan. Aflevering 200, het is zover. En dan zitten wij bij elkaar van tevoren en zeggen, ja, moet een beetje apart onderwerp, toch? Wat het rechtvaardigt. En ik weet nog goed, bij de 100ste gingen we het hebben over het placebo-effect. Leuk, al die onderzoeken, maar het placebo-effect is toch het meest effectieve effect wat er is. Of niet? Nou, dan moet je aflevering 100 maar terugluisteren. En nu gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag, de beweegpil. Jurgen. Waarom gaan we het hier vandaag over hebben? Ja, die heb ik er graag ingegooid. Nou, ik denk 2 dingen. Er is heel veel te doen om dat nieuwe afslankmiddel, hè, Ozempic, of andere namen. Dus het lijkt erop dat we echt de wetenschap, de farmaceutische industrie, heeft echt een wonderpil ontdekt. Nou, nu kom ik af en toe, lees ik wel eens wetenschappelijke literatuur. En er komt heel vaak ook iets langs als de exercisepil. En het andere is, denk ik, ja, we sporten, we bewegen gewoon te weinig. Punt. Dat horen we eigenlijk elke dag wel weer. We zitten te veel. Ja, jullie ook nu, hè? Ik ook. Maar te lang staan is ook weer niet goed, hoorden we dan gisteren. Hè? Dus zo'n staarbureau, die kan ook weer de deur uit. Het is allemaal best wel lastig. Maar dat is wel een belangrijk punt. De mens is een beetje inactief. En dan ga je denken, kost een hoop, hè? Mensen worden er ziek van. Zou het toch op te lossen zijn, misschien in de toekomst, met een beweegpil? Nou. Laten we maar met die eerste aanleiding beginnen. Jij zegt, we bewegen te weinig. Laten we even meteen het publiek erbij betrekken. Mag eens even handen zien. Wie van jullie voldoet er aan de beweegnorm? Dan moet je wel eerst zeggen wat dat is. Hey, ja. Yo, dit is een stijlvorm. Want dan kan ik niet. Wie heeft eigenlijk geen idee wat de beweegnorm is? Ja, dat precies. Voorzetje. Voor Jurgen. Jurgen, wat is de beweegnorm? Ja, dat is al heel. Want je hebt ook de fitnorm en de beweegnormen. Ik heb het eigenlijk over de beweegrichtlijnen. Ja. Dat zijn degenen die je moet volgen. Dat staat uit 2 onderdelen. 1. Minimaal 150 minuten per week. 2,5 uur. Per week? Ja. 150 minuten matig intensief bewegen. Ja. Nou, oké. Okay. Ja. En de andere onderdeel is. Even, hier kunnen we Guido ook mooi in betrekken. Guido, wanneer begint matig intensief bewegen? Ja, voor mij of voor gewoon als definitie. Hoe? Kijk, als ik 2,5 uur ga wandelen, ben ik dan matig intensief aan het bewegen? Stevig. Als je stevig doorwandelt, wel. Oké. Okay. Tuinieren is ook een hele goede, wordt dan genoemd. Ja, stofzuigen, hout hakken, dat is al zwaar.
Zie je al wat mensen denken, oh, maar dan red ik het wel. Ja, niet aan de robotstofzuiger dus, hè? Ja, nee. En wat zit er nog meer in? Het tweede onderdeel is 2 keer per week spier- en botversterkende oefeningen doen. En daar staat, nou, heel apart, geen tijdsduur bij. Dus dan kan je 5 minuten doen of een half uur. Even de trap oplopen. Bijvoorbeeld. Nee, ja. Dat is dan niet genoeg. Nee, maar daar hoort ook hardlopen, zwemmen, waveboarden. Want dat is een beetje voor de jeugd om het aantrekkelijk te maken. Dus ja, wie haalt dat, hè? 2 keer per week? 2 keer per week, matig intensief. Ja, we're preaching for the choir natuurlijk, hè? Maar we moeten de boodschap verder naar buiten brengen. Want hoe is het gesteld met de cijfers in Nederland? Ja, nou, in Nederland is dus net 50% haalt dat matig intensieve stuk. Van minimaal 150 minuten per week. Ja. Dan heb je het, ja, dan zou je zeggen 85% die haalt het andere stuk. Of 81% is het. Maar die combinatie van die twee, dat haalt maar 45%. Minder dan de helft. Ja, ja, dus minder dan de helft van de Nederlanders voldoet aan de beweegrichtlijnen. En dan denk je Utrechtse Heuvelrug gemeente. Nou, dat is een hele sportieve gemeente. Ja, prachtige omgeving. 49,5% slechts. Ja. Kortom, meer dan de helft voldoet van de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug voldoet niet aan de beweegrichtlijnen. Beweegt te weinig. Exact. En Jurgen, wordt er iets aan gedaan om die mensen in beweging te krijgen? Volgens mij zien we ontzettend veel campagnes voorbij komen. Ja, toch? Beleidsgeld. Heel veel. En weer nieuwe initiatieven. En nou ja, we hebben Erik Scherder die vaak op tv komt. Andere mensen die natuurlijk zeggen hoe belangrijk het is. Podcast, een slimmer presteren podcast die je naar buiten brengt. Hoe leuk en gezond het sporten wel niet is. Alleen als Die wil ik gelijk ook toetsen. Want natuurlijk zitten we hier met die 49% bijna allemaal die veel bewegen. Kent iemand mensen die sporten helemaal niet leuk vinden? Oeh. Ja, we kennen allemaal dat soort mensen. Of niet kunnen, of misschien wel leuk vinden, maar gewoon niet in staat zijn om, for some reason. Ja. Ja, kennen we ook. Handen omhoog. Ja, kennen we ook. Ja, oh, niet in staat. Ja, is natuurlijk logisch. Ja, ja. Dus de vraag is even, kunnen we die in beweging gaan brengen? Of... En dat is de hoofdvraag van deze aflevering. Als er nou gewoon medische vooruitgang is, stop er een pilletje in. En dan is het toch ook goed? Want dan komen we eigenlijk bij de... Zie ik hier wel kijken, ja. Komen we bij de volgende onderdeel namelijk. Wat zou zo'n beweegpil dan moeten fixen? En laten we dan maar bij de wereld beginnen die we kennen. Wat zijn eigenlijk de positieve aspecten van sport en bewegen op je gezondheid? Ik zei niet dat het ingewikkeld werd, hè? De quiz komt straks. Dus we doen even een ja-en-spelletje. Jullie roepen en dan herhaal ik het. Wat is het positieve aspect van bewegen voor je gezondheid? Hard roepen. Je hard trainen. Ja, conditie. Wat nog meer? Plezier en? Bot opbouwen. Ja, je skelet wordt er ook sterker van. Ja, heel goed. Op gewicht blijven. Eventueel een effect van sport en bewegen. Ja. Mentale gezondheid wordt hier op 2 plekken tegelijk geroepen. Wat zei je? Je wordt er slimmer van. Nou, zegt Hanne van der Loop van Sportgericht. Nou, die kan het weten. Ja. Dus. Wat nog meer? Goed voor het brein dus. Goed voor hart en vaten. Weerstand. Weerstand, is dat zo? Nou, kunnen we zo aan de dokter vragen. Ja, heel goed. Spieropbouw. Ja, meer spieren. Wat nog meer? Sociaal aspect. En achterin? Je spijsvertering. Het schijnt er ook goed van te gedijden. De darm. Jij natuurlijk. Ja, darm, darmflora. Ja, heel goed. Dokter Guido, zijn we nog een aspect vergeten? Nou, ik denk als je überhaupt een goede conditie hebt, dat je algemeen dagelijks leven gewoon veel makkelijker gaat en dat je veel meer kunt in het dagelijks leven. Als je heel beperkt bent, dan is het gewoon al binnen functioneren, opstaan, een trap oplopen, al soms voor veel mensen te veel. Het is, er is een relatie, hè, van hoe hoger je VO2 max... Dat hoe langer je leeft. Mate voor je conditie, hè? Ja, ja. En minder het risico op hart- en vaatziekten, kankers. Als je onder de 20 zit, dan moet je echt heel veel aan de slag. Helder, helder. Jurgen, jij bent de laatste tijd ook nauw betrokken bij programma's. Of niet betrokken, maar vind je belangrijk. Ouderen die in beweging blijven. Ja. Ik kan me voorstellen dat er een enorm indirect effect is. Als je tijdens je jongere jaren veel sport in beweegt, dat je dat ook op hoge leeftijd... je langer in balans houdt? Uiteindelijk wel, maar het is nooit te laat om het weer op te pikken.
Maar het is eigenlijk wel goed om je hele leven door te blijven sporten. Ja. Dus die beweegrichtlijnen die gelden zeker voor de jeugd. Die zijn nog wat strakker daar. Dus ik kijk even naar de dames van de merchandise. Van minimaal 1 uur per week, dat matig in, of 1 uur per dag matig intensief bewegen. Ah, als je dan 2 keer een half uur naar school vindt, ben je een heel eind, hè? Ja. Nee, maar het is, kijk, je krijgt van die studies te zien dat er zijn 70-plussers die tegenwoordig de metabole gezondheid van sommige 30-plussers al halen, omdat ze gewoon veel aan sport doen en zo. Dus het is... Exact. Oké, tot zover ook nog niks nieuws. Maar nu gaan we de innovatie in. Want hoeveel van deze aspecten die we nu opnoemen, kan je al bewerkstelligen met een pilletje? He, want dat was natuurlijk de aanleiding. Afvallen lijkt nu. We weten nog niks over lange termijn effecten. We weten niks. Lijkt je gewoon met een pilletje, of we nu nog een spuitje, binnenkort een pilletje te kunnen doen. Mm-hmm. Volgende aspect. Spieren aanmaken. Ja, dat zou prima kunnen met anabolen. Om eens wat te doen. Dat kan al lang, hè? Wacht even, even prikkelen. 500.000 Nederlanders gebruikt anabolen, hoorden we laatst. Hè? Zullen we even duidelijk in de nieuws? Wie in de zaal? En wij, volgens mij hebben wij ook de discussie gevoerd van rondom de Enhanced Games. Ja, hoe is het goed om te suppleren om op een gegeven moment na die midlife crisis en daarna die menopauze, noem maar op. Beetje testosteron erbij. Waar je testosteron omlaag gaat. Dat zou er één zijn. Nee, maar het is meer dat... Even factcheck. Als ik anabole, testosteron, wat dan ook slikt, moet ik toch nog steeds wel trainen? Moet je me zeggen? Toch, ja, de training zet dan meer aan. Een combinatie van dingen. Ja. Nee, maar dat is al een goed punt. We hebben natuurlijk de pil waar we het over gaan hebben. Die is er nog niet, dat is duidelijk. Het is wel duidelijk, er moet een polypil worden. Er moet heel veel ingestopt worden. Die initiatieven zijn er trouwens wel over een polypil. Daar komen we zo wel op. Maar het is met name vanuit muizenstudies die stofjes vinden waarin ze zeggen, hey, we hebben een exercise mimeticum gevonden. Wat is dat? Ja, dat zijn stofjes eigenlijk die inspanning bewegen nabootsen, die dezelfde gunstige effecten in het lichaam hebben zoals tijdens het bewegen optreedt. Nou, heel recent een stofje leek. Dat werd geprofileerd in de Amerikaanse media als zijnde, dit brengt je in dezelfde metabole staat als dat je 10 kilometer gaat hardlopen. Nou, even checken, muizen nog. Muizen. En waar bestaat dat stofje uit? Dat hebben ze dan nu, kunnen ze dat produceren? Leek, L-A-K-E, uit lactaat. Hey. En K-E, ketonen. Hey. En dan zeggen ze, ja, als jij gaat sporten en langdurig sporten, een beetje vasten ook nog, dan krijg je enerzijds je lactaat. En we hebben al eens een keer duidelijk gemaakt, en dat blijven we maar zeggen, hoe belangrijk lactaat is. Dat het echt een hele goede stof is en niet dat afvalstofje wat vaak in de media naar voren wordt gebracht als zijnde verantwoordelijk voor de verzuring en de zure benen. Ik schijn het in de bonus van de week ook weer gezegd te hebben. Ja. We werden gelijk door Johan gewezen. Let op. Klopt. En de andere zijn de ketonen. Dus als je het lange tijd niet eet, dan gaat je lichaam denkt van, hey, we hebben toch wel een brandstof nodig voor de hersenen. We hebben geen koolhydraten meer. Hersenen kunnen niks met vetten. Dus die gaan dan de vetten omzetten in ketonen. En ketonen weten we van, ook populair hè, in het wielerpeloton. Beetje op en af. Maar daar lijken in ieder geval gunstige aspecten aan te zitten. Dus die mensen zeggen nu, nou, neem een pilletje leek. Wie weet, dan krijg je hetzelfde als dat jij 10 kilometer gaat rennen. Je lactaat gaat omhoog. Als je van tevoren wat minder gegeten hebt, krijg je ketonen. Nou, dan kun je in ieder geval profiteren van de gunstige effecten van beide stoffen op je metabolisme. Dus eigenlijk hoe je omgaat met vetverbranding, koolhydraten, insulinegevoeligheid. Maar ook positieve effecten hebben die ook op hart en hersenen, eigenlijk op cognitie. En toch nog één keer begrijpen, die stofjes kun je innemen. Ja. Wordt dat al door mensen ingenomen? Nee, want wat er dan, de muizenstudies zijn allemaal veelbelovend en dan komt het uiteindelijk in een clinical trial. Ja, en dat wordt er wel gedaan. Ja, zeker. Er wordt er fase 1, 2, 3. En dan op een gegeven moment, dan wordt het spannend of het wel of niet haalt. De meeste stofjes die verdwijnen toch naar fase 1, 2 zo'n beetje. Of die worden een beetje gedownsized als ze specifiek voor één patiëntenpopulatie
wel verder uitgezocht worden. En weet je waarom ze sneuvelen? Werkt het niet in mensen? Want dat heb ik altijd geleerd. Iets kan in een muis werken, maar een muis is geen mens. En nou dan... ja, daar zitten een paar dingen in. Om even, we hebben wel een paar minuten om even. Ja. Waar heel veel op ingezet is, is de stof die zich bezighoudt op cellulair niveau, op spierniveau, met de energievoorziening. En een belangrijke stof is eigenlijk de hoofdschakelaar van de aanmaak van energie in je cellen, is AMP-kinase. Tuurlijk. Nou, wat doet dat en waar reageert het op? Als je gaat sporten of gaat vasten, dan raakt zo'n cel een beetje in een energiecrisis. Want hij verliest zijn ATP. ATP kennen we nog uit de biologielessen. Hè? Dat is de energiedrager, adenosine trifosfaat. Is heel belangrijk voor bewegen, spiercontracties. ATP wordt omgezet onder andere in AMP. En dat is dan eigenlijk een signaal voor de cel. Kom op jongens, we hebben energie nodig. Moeten nieuwe ATP aanmaken. Ja, ik ben gebruikt, in feite zegt hij. Batterijtje leeg. En dat doet het via dat AMP-kinase. Nou, er zijn inmiddels in muizen stoffen, stuk of 3, 4 getest, die allemaal ingrijpen op dat AMP-kinase. De ICAR is dat, een GW1516. Resveratrol hadden we met de aflevering over met Matthijs Hesseling, weet je nog? Over de mitochondriën. Resveratrol zit bijvoorbeeld in de schil van druiven. En dat heeft hele gunstige effecten op het metabolisme, insulinegevoeligheid bij obese mensen. Het komt overeen eigenlijk hetzelfde als met 10 liter rode wijn drinken, werd toen ook al gezegd. Heeft alles te maken met het aanjagen of het stimuleren van het AMP-kinase, om eigenlijk die cel van nature, wat die doet bij inspanning, te zeggen, hey, met dit stofje ga jij meer ATP genereren door de vetverbranding te stimuleren, meer glycogeen aan te maken, meer bloedvaatjes aan te maken, meer mitochondriën. Allemaal effecten wat ook gebeurt tijdens trainen en wat we belangrijk vinden, wat gezegd wordt, ja, dat is de basis van trainen. Er is één probleem als je die pillen blijft slikken. Je bent alleen maar eigenlijk bezig met het katabole kant. Een beetje het afbreken. Energie, afmaken. En niks meer aan het opbouwen. Dus je merkt dat je daardoor weer spierverlies krijgt. En dat dus de balans een beetje kwijtraakt in het onderdeel van sporten. Is aan de ene kant trainen, maar de andere keer is het herstel. Dus daar komen mensen achter van shit, we moeten eigenlijk ook een pil hebben die niet alleen maar die training nabootst. We moeten ook een pil hebben die eigenlijk dat herstel nabootst. Oh ja. En een derde belangrijk punt is wel dat er allerlei bijeffecten ontstaan. Omdat dat AMP-kinase zit in elke lichaamcel zo'n beetje, die iets met die energie nodig heeft. Dus ook in zenuwcellen. Ah. Maar kankers die doen het ook heel goed op zo'n stof natuurlijk, die eigenlijk de energie aanjaagt. Dus je merkt dat het risico op kanker krijgen dan ook weer verhoogd wordt. Wil je niet hebben. Dus nee. daar stranden die pogingen een beetje op dit moment. In 200 afleveringen weet je ook dat ik af en toe gebeuren dit soort dingen. En dan zeg ik, nou, je bent heel diep onder de motorkap gegaan, Jurgen. En daar komen we dan weer even uit. Conclusie in feite wat je zegt, veelbelovend misschien op celniveau, maar toepassen in een menselijk lichaam. Nou, wielrenners doen het wel. Het was een paar jaar geleden, ICAR en dat GW1516 was ineens heel hot. En staat ook op de dopinglijst. En die van niks dus. Dus het is, ik bedoel, als het eenmaal iets is in muizen, ja, die wielrenners. Die wielrenners zijn de eerste die het pakken. Wij willen wel poepenijn zijn. Dus ja. Ja. Oké, dus dit gaat over metabolisme en spieropbouw. Ja. Ik ga even naar het Amsterdam-Haarlem chapter. Want jullie waren een van de redenen dat we dit onderwerp pakten. Want op een gegeven moment ging er een paar maanden terug bij jullie een artikel rond dat er een eiwit zou zijn gevonden wat de zin om te sporten zou stimuleren. En dat zou natuurlijk ideaal zijn voor dat begin. We kennen allemaal mensen die sporten niet leuk vinden. Vaak is dat ook omdat je gewoon nog niet zo goed bent en je moet zo hard hijgen en het voelt zo zwaar. Dus als je nou die eiwitten kan pakken en je krijgt daardoor weer zin om te gaan, dan hebben we in ieder geval het begin geholpen. Hoe ver zijn we daarmee? Nou ja, het was een muizenstudie. Muizen weer. Die liet zien dat als jij inspanning levert, niet alleen je spieren op spierniveau, op lokaal niveau, dat er van allerlei gunstige effecten plaatsvinden.
Maar dat spieren ook stofjes afgeven eigenlijk die voor de rest van het lichaam nuttig zijn. Zoals eerder lactaat genoemd. Mm-hmm. Dit ging specifiek om een P53. Ja, niet te diep hoor. Een eiwit. Een IL-15, ja. Interleukine 15, een ontstekingsremmer. En in muizen, wat je krijgt als je die muizen IL-15 geeft, injecteert, ja, die gaan als een tierenlier op hun ratje rennen. En die blijven rennen. Worden een soort van hardlopers. Je kunt ze wel blijven rennen. Heerlijk. Dus dan wordt dat meteen naar buiten gebracht van... hé, we hebben hier ook een exercise pill te pakken. Misschien handig voor al die mensen die moeilijk van de bank afkomen... die hun motivatie weinig hebben. Je staat vanochtend op, het is een beetje druilerig weer. Je denkt, nou ja, wat doe ik? Ga ik naar buiten of ga ik terug? Pak mijn IL-15 pil En hop. En niet meer te houden. Je bouwt een rat in je woonkamer en je gaat daarop rennen. Klaar ben je. Ja, mooi. Ik durf bijna niet te vragen. Muis naar mens? Ja, zitten best wel wat verschillen in. Ja. Maar waar een belangrijk iets is natuurlijk... muizen vinden het heel leuk om te rennen. Van nature al. Ja. Daarin zijn ze sommige toch mensen ook. Anders dan sommige mensen. Ja, nou ja, dat is toch dat aspect dat mensen vanuit het jager-verzamelaar-verhaal... toch een beetje iets hebben. Ja, het moet wel een beetje nuttig zijn. Ik moet energie sparen. En als ik het echt nodig heb, dan ga ik wel op jacht. Muizen, dat is een leuke Leiden-studie. Die hebben ooit in parken ook ratjes neer... of loopbandjes neergezet. Ja. En dan camera's erop. En die zagen dan spontaan dus op plekken waar muizen 's nachts komen... dat ze ook af en toe de speeltuin ingingen, in het ratje gingen rennen. Dus die muizen vindt het eigenlijk heerlijk om actief te zijn. Dat is denk ik wel een heel belangrijk verschil. Dat basale verschil tussen een muis die al rent voor zijn lol... dat vertaalt zich niet zo goed naar mensen. Nee, dat is al los van... Ja, goed. Ja, andere dingen. We hebben ook geen staart meer. Nee, klopt. Gaan we naar een ander aspect. Plezier, mentaal. Wordt hier aan alle kanten geroepen. Sporten is ook gewoon goed voor de geest. Ja. Nou weten we dat er allerlei geestverruimende stoffen allang beschikbaar zijn. We hebben een aflevering gemaakt volgens mij over de runner's high. Ja. En dan komen natuurlijk de endorfines langs. En wij zeiden, misschien zijn het niet de endorfines, maar zijn het de endocannabinoïden. Ja. En de naam zegt het al, endo is door het lichaam zelf geproduceerd. Maar cannabinoïden, cannabis. Dus eigenlijk lijkt het erop dat de runner's high wellicht komt van... cannabis die je lichaam produceert. Ja, goed, ik heb er minder ervaring mee. Maar misschien mensen in de zaal. Als jij lekker iets gaat roken of gaat snuiven of hoe je dat doet... Ik weet het allemaal niet, maar cannabis zou eigenlijk best wel diezelfde mentale staat teweeg kunnen brengen als lekker sporten. Is dat zo, mensen? Herkent iemand zich daarin? Nee, ja. Spacecake, ja. Nee, oké. Dan moeten we denk ik het smaller maken, want happy worden van cannabis, is dat hetzelfde happy als je wordt van sporten? Of gaan we dan te smal? Ja, dat vind ik een heel... Kijk, daar zijn wel studies. Het is heel moeilijk een vinger te krijgen, denk ik ook. Vrij subjectief wat er precies gebeurt met sporten op mentaal gebied. Waarom je daar zo blij van wordt. Ja, kijk, Erik Scherder is duidelijk van... het is fantastisch, noem maar op. Maar er zijn ook mensen, denk ik, die gaan sporten... en daar helemaal niet vrolijk van worden. Of juist misschien te zwaar beginnen. Of ik zelf ken ook genoeg momenten dat ik denk... Vind ik dit leuk? Even niet, maar ja. Nee, ja, ik ja, stel toch? Het zelf vaak net nog met Meerte. Want hoe Meerte en Iris, Meerte was de celliste, hoe die hier staan. In maart mocht ik op een event een verhaal houden waar zij ook muzikanten waren. Daar heb ik verteld over enerzijds onze podcast, maar ook mijn reis. Die is natuurlijk ook pas 7-8 jaar oud, van de bank af naar nu 10-voudig marathonloper. En Meerte zegt net, naar aanleiding van jouw verhaal in maart ben ik ook aan het hardlopen geslagen... Waarop ik zei, vind je het leuk? Nee, zegt ze. Nee. En dat herken ik zelf ook. Ik vond het in het begin helemaal niet leuk. En wat mij hielp was inderdaad de podcast of muziek op. Maar in ieder geval zorgen dat ik iets anders aan het doen ben. En ik heb volgens mij eerder dit jaar op Strava ook nog wel aan mensen bekend. Die 3 uur lopen door het bos wat Guido me laat doen. Ja, het is fijn dat hier zo'n mooie omgeving is. Maar dan ben ik ook blij dat ik wat anders te doen heb dan alleen maar lopen. Want dat is gewoon saai natuurlijk. Ja, en dan neem je nog een pilletje af en toe. Magnesium of iets. Dan denk je, dat helpt ook nog. Ja.
Ik weet niet wat jij hier suggereert, maar nee. Nee, dat doe ik niet. Zelfjes wel af en toe. Ja. Maar ik denk een tip is sowieso, dat zal Gerrit wel gezegd hebben. Ga iets anders proberen. Kijk, hardlopen is natuurlijk hartstikke gezond, maar er zijn heel veel andere manieren om te bewegen. En je wou zeggen, zoek een leukere sport. Ja. Ja, dat kan natuurlijk ook in de best beluisterde podcast over hardlopen. Ja, ja. Nee, dat zou je kunnen Sorry. Zeggen. Ja. Ja. Zijn er nog andere baanbrekende studies vanuit de wetenschap? Nou, ik denk dat nog laatste, die polypil. Daar zitten wel artsen in de zaal, hoop ik, denk ik. Ja, artsen in de zaal, ja. Ik ken er wel eentje en van. Lisbeth is er ook een. Kunnen we zo even terugschakelen. Ja, ja. Er is al best wel een tijdje, in 2000 begonnen, het initiatief van de cardiovasculaire polypil. Dat is eigenlijk, hartvaatziekte is toch doodsoorzaak nummer 1 wereldwijd. In ieder geval eentje, of je er dood aan gaat, dat wordt steeds minder. Maar mensen krijgen toch wel nog heel vaak te maken met problemen aan hart- en bloedvaten. Waaruit toen de suggestie is gegaan, wat als we nou... we weten gewoon dat leeftijd een belangrijke rol speelt, het ouder worden. Als we nou mensen vanaf 55 jaar stevast een polypil gaan geven en daarin zit drie dingen eigenlijk. Een vaatverwijder, dus die de vaat een beetje open houdt. Tweede is een... Bietensapachtig? Bietensapachtig, heel goed. Ja, ik heb opgelet. Kun je ook doen, hè? Dat kun je ook in die pil stoppen. Ja. De andere is antistolling, eigenlijk. Een soort aspirine. Ja. En de derde is een statine. Nou, statine kennen we misschien. Dat is iedereen die een te hoog cholesterol heeft. Okay. Die krijgt een statinepil voorgeschreven en om het cholesterol naar beneden te brengen. En je zegt het idee is, of er leeft een idee in de medische wereld om iedereen dat gewoon preventief te geven. Net zoals er op een gegeven moment het advies komt, want Lisbeth riep botgezondheid, dat je zegt boven een bepaalde leeftijd, ga maar kalk. En daar is echt heel veel studies eigenlijk naar gedaan. Omdat met name, het geeft gewoon heel veel kosten, gedoe. Al die mensen die hartproblemen. Een hartaanval krijgen, moeten weer naar het ziekenhuis, moeten geholpen worden, et cetera. Kunnen we dat voorkomen? Zijn? Ja. Want in principe, en dat heeft cholesterol. Kun je natuurlijk met gezonde leefstijl. Meer sporten, meer bewegen. Maar het wil maar niet. Het komt maar moeilijk van de grond. Ja. En daarnaast, die polypil zou dan ook in ieder geval standaard ingezet kunnen worden voor mensen die al een hartaanval hebben gehad. Nou, hou ze op die manier. Want dat is het probleem nu. Als jij iets hebt gehad, dan moet je vaak 6-7 pillen soms wel slikken. Therapie trouwens een heel moeilijk ding. Net zoals therapie trouw voor bewegen best wel lastig is, waar we het net over hebben, toch? Ja. Om je aan je schema te houden, dat is ook voor pillen slikken. Dus die beweegpil is makkelijk, of die polypil voor hart- en vaatziekten, is eigenlijk heel makkelijk als je in één pil slikt. En dat blijken die studies eigenlijk ook wel aan te geven. Ja, de mensen zijn trouwer in het slikken van en het levert daadwerkelijk wat op. In Nederland is nog steeds discussie van... Willen we dit wel, willen we dit niet? Ik denk niet dat het ervan komt dat stevast de 55-plussers... Waarom niet? Nog niet. Ja, dat is toch denk ik dat... Ik zou het al niet doen. Ja, nou, Guido, kom er eens in. Ik ben 55 en ik... Ja, maar... Dan ben ik ook de doelgroep, want ik ben nu ook 55. Ja, en waarom zeg jij, ik zou dat niet willen? Dan slik jij hem toch niet dan? Laat jij hem linken. Nee, oké, maar waarom? Nou ja, kijk, dit moet problemen oplossen. Het is niet gezegd dat als ik verder geen problemen heb op dit gebied en ik zou de rest van mijn leven dan zeg maar stoppen met bewegen en ik zou dit gaan slikken, dan tot ik dan niks zou krijgen. Nee, dat dan is het een hoek alleen. Maar het is meer en, dat. Daarbij is ook nog. Kijk, de inname van medicijnen die je normaal nooit hebt genomen, heeft ook nadelen. Statines zijn heel berucht om hun spierpijnen. Oké. Dus daar heb je ook mee te maken. Het is niet gewoon, baat het niet, het schaadt ook niet. Dat is niet zo. Helder. Jurgen, even om dit verhaal af te maken. Je zegt, ik denk niet dat het in Nederland komt. Zijn er plekken op de wereld waar ze dit... Ik begrijp, die polypil wordt al in 25 landen, is die er? Is die verkrijgbaar? Is verkrijgbaar, maar alleen dus, het moet voorgeschreven worden door een arts. En alleen voor mensen die, secundaire preventie, dus die al een hartaanval of iets dergelijks, hersenbloeding, infarct, hebben gehad. Exact. Ja. Exact. Ja. En dat is puur om die mensen wat makkelijker leven te geven. Dat je niet verschillende pillen hoeft te slikken op verschillende tijdstippen van de dag. Gewoon het één pilletje aan. Gewoon alles in een soort multivitamine, maar dan een multimedicijnenpil. Ja, helder. Ja. Oké, maar dan komen we automatisch al bij het volgende onderdeel van deze enigszins filosofische beschouwing.
Namelijk deze beweegpil met die verschillende componenten die we zo net afpellen. Voor wie zou die nuttig kunnen zijn? We komen hier al de doelgroep tegen mensen die hart- en vaatproblemen hebben gehad. Specifiek over deze polypil. Als we nou toch even die denkbeeldige beweegpil, mm-hmm. waar dus al die vier componenten die we net noemen in zitten. Dus zowel de metabole benefits met de ketonen en de lactaat, maar ook die motivatie benefits, dat je zin hebt om te gaan. De geestverruimende benefits van de cannabis. En nog deze hart- en vaten dingen. Oh, heerlijk. Hey. Voor wie zou zo'n pil... Kunnen we situaties bedenken voor wie zo'n pil handig zou kunnen zijn? Roep eens. Precies, mensen met een lichamelijke beperking die nou eenmaal niet in staat zijn om al die gezondheidseffecten door sporten tot zich te nemen. Mooie doelgroep. Wat nog meer? Kwetsbare ouderen die zeggen, ja, ik zou wel willen, maar het valrisico is, hè, dan is de kwaal erger dan de remedie. Ja, mooi. Astronauten, ja. Een kleine, maar hele specifieke doelgroep. Misschien steeds groter, hè? We gaan allemaal de ruimte in. Dat zou een hele grote markt kunnen zijn. Misschien moeten we zelf... Nee. Wat nog meer? Mensen die geblesseerd zijn, denk ik. Ja, blessures. Jongeren die op een fatbike zitten, dan hoeven ze daar tenminste ook niet af. Hè? Dan kunnen ze gewoon... Nee, dat komt nooit meer goed. Die worden in de jeugd verpest. Jeugd is al afgehaakt, zit lekker op telefoon te kijken. Maar... Nee, oké. Okay. Wat zei je? Op lange afstandsvluchten. Nou, dan gaan we wel richting de ruimte, denk ik. Ja, maar ja, dat je zegt, oh, ik moet 16 uur vliegen naar Hawaii. Of hoe lang was het, Guido? 24 uur, hè? Ja, 10 plus 3 wachten en dan nog eens 6. Ja, precies. Even een pilletje erin. En, nou, blessure is natuurlijk wel interessant, Guido. Ik kan me voorstellen, als jij met atleten maanden naar een bepaald niveau hebt getraind. En opeens gaat er iets mechanisch stuk. Enkeltje, kniebandje, weet ik veel. Je kan niet meer zo hard trainen. Maar je doet gewoon even 2-3 maanden het beweegpilletje erin. En je kan op hetzelfde niveau door. Wat denk je ervan? Als je kijkt naar de triatleten. Die hebben natuurlijk altijd nog andere sporten die ze wel kunnen. Maar bij dit is natuurlijk het gevaar. Dit gaan niet alleen maar geblesseerde sporters gebruiken. Want dan denk ik de andere sporters. Ah ja, maar als die het gebruiken. En die worden er beter van. Of die houden. Dan ga ik dat ook gebruiken. Oftewel, dat zijn verboden prestatiebevorderende middelen. Als je het op die manier bekijkt, ja, ik denk dat dat zeker niet een goede ontwikkeling zou zijn. Ik snap zeker, want zo zit de huidige gezondheidszorg ook in elkaar. Er zijn heel veel mensen die bepaalde ziektes hebben, aandoeningen hebben, daar worden medicijnen voor gemaakt. Maar je weet ook dat er in onze sportgroep ook genoeg mensen zijn die denken, oh, als dat voor die zieke mensen zorgt dat ze meer EPO kunnen maken, dan gaat het mij ook helpen. Dus dat is altijd een beetje, ja, weet je, de donkere kant van dit. Er zijn misschien wel hele goede mogelijkheden voor bepaalde beweegpillen die dingen kunnen bewerkstelligen als je, stel dat je geblesseerd bent en je wilt je conditie daardoor op peil houden. Doordat je dan een pil neemt gedurende 3 maanden. En dan ben je weer hersteld. En dan kun je weer eigenlijk op hetzelfde niveau verder. Zonder dat je dan weer helemaal van voor af aan moet beginnen. Ja. En dat gaan andere mensen natuurlijk misbruiken. Lees nu, hè, het Ozempic gebeuren met de Elon Musk en de Amsterdamse grachtengordel. En ja, ik neem aan dat wel wat mensen in de zaal ook al af en toe even een Ozempicje nemen, toch? Mensen? We doen ja, ze zien er wel allemaal lekker slank uit, toch? Ja. Wel een Ozempic face, hè? Dat is wel. Heb je dat fenomeen Ozempic butt en Ozempic face? Hey, maar ik wil toch even goed begrijpen wat nou de nadelen zijn, Guido. Want je zou natuurlijk kunnen zeggen, als die middelen veilig zijn, en je kan zeggen, nou, die zijn veilig, anders komen ze niet door fase 3, fase 4 heen, komen ze niet op de markt. Ja, als iedereen er toegang toe heeft, dan is het toch prima. Wat is precies het probleem? Ja, zo zijn ze veilig. Maar het probleem zit hem vaak in dat de dosering die wordt voorgeschreven veilig is bevonden, maar niet 10 keer de hoeveelheid. Dat wordt namelijk dan gedaan. Want dan krijg je natuurlijk, wat ook zeker in de anabole wereld wordt gedaan, die middelen zijn ook veilig bevonden als je ze normaal gebruikt. Maar die denken van ja, maar als ik het 100 keer zoveel neem, dan krijg ik ook veel sneller en veel meer effect. Dan is het niet meer veilig. Helder.
Oké, dus dit is specifiek voor de groep atleten die geblesseerd zijn. Maar we horen ook andere groepen. Kwetsbare ouderen. Mensen met een fysieke beperking. Zijn dat doelgroepen waarvan we zeggen, ja, medische wetenschap, schiet maar op. Want daar moet deze pil voor komen. Wat denk jij? Zeker. Kijk, het moet daarvoor komen. Ik denk dat je... dan is het meer een pil die ervoor zorgt dat jouw... jouw hele lichamelijke conditie dus beter blijft. Waardoor je dus mogelijk minder zorg nodig hebt. Zelf meer dingen kunt blijven doen. Wat heel belangrijk is, denk ik, als je ouder wordt. Hoe minder hulp en zorg je nodig hebt. Hoe zelfstandiger je kunt blijven wonen. Dan heeft het echt alleen maar grote voordelen. Absoluut. Ja, dus je zegt, dan moeten we gewoon blijven werken met een dopinglijst. Dan is dit in het maatschappelijk verkeer voor specifieke doelgroepen een goed middel. En dan is er gewoon een dopinglijst en dan daar staat dit op. En dan mogen sporters het niet gebruiken. Ja, gewoon. Ik weet niet of je het nou zo simpel mag stellen, want zo gewoon is het niet. Want de dopinglijst, de dopingautoriteit loopt altijd achter de feiten aan, laat ik het zo zeggen. Want er komt er een nieuw pilletje en dat hebben sporters al lang ontdekt. Misschien dit nu al. Voordat het op de markt is. Wat heb je in Hawaii daar in het keukenkastje staan? Ja, ik heb hier rare palmbomen in de tuin staan met er van die vruchten. Dus ik probeer eens wat uit, maar je groeit ook van alles. Helder. Jurgen, volgens mij hebben we hem redelijk opgezet zoals we hem op wilden zetten. Maar we hebben nog even. En we hebben een zaal vol met kijkende en denkende mensen. En we hebben natuurlijk de fameuze gooien- en vangmicrofoon. Rob, jij zit al de hele tijd met je vinger. Je moet hem even omdraaien en je woorden in het zwarte rondje droppen. Nee, daarboven. Ja. Zeg het daar maar in. Wat ik me afvraag, is het niet veel meer een moreel dilemma of die beweegbeelden moet komen? Want ik denk dat we hier in een hele zaal vol zitten die het liefst elke dag zou willen sporten. Goede vriend van mij is meegeweest naar mijn halve triathlon in Almere. En die zei, jullie zijn allemaal gestoord en ik ga dit nooit doen. En waarom vind je dit leuk? Als iemand op een bank zit en niet wil, omdat hij geen zin heeft om te sporten. Waarom zouden wij dan willen en waarom zou het dan goed voor die persoon zijn? Want ik denk in veel afleveringen komt terug dat het mentale aspect in sport heel belangrijk is. En als om wat voor reden jouw lichaam, ik ben benieuwd hoe Guido daar naar kijkt, aangeeft. Ik zit er even niet lekker in. Ik heb te veel. Ik zit mentaal niet lekker in de wedstrijd. Daarom komt mijn training niet naar voren. Zou je dat willen omzeilen met een beweegpil? Om vervolgens eigenlijk tegen je eigen mentale component in te willen gaan. Omdat het... Nee. Feitelijk gezien, ja, voordelen zou hebben voor je lichaam. Maar het mentale component, denk ik, sla je dan compleet over. Ja, mooie vraag. Guido, wie niet wil... Ik ben het daar helemaal mee eens. Weet je, als je iemand die gewoon echt moe is en geen zin heeft om te trainen... En dat je dan denkt, ja, oké, dan sla ik het wel over en dan neem ik gewoon zo'n pilletje ervoor. En dan heb ik het ook gedaan. Nee, ik denk zeker niet dat dat de juiste weg is. En daar ben ik ook zeker geen voorstander van. Want ik denk ook niet dat je het los kunt koppelen. Denk, ja, als ik er geen zin heb. Dat kan best wel eens gewoon zo zijn. Maar dat kan ook gewoon al veel langer zo duren. En dan ligt daar veel meer het probleem dan dat het fysiek bijvoorbeeld... De fysieke dingen die je met een beweegpil zou kunnen bewerkstelligen... Die doen dan niks aan het eigenlijke oorzakelijke mentale probleem. Exact. Guido, kom jij überhaupt wel eens in... je werkt met topsporters en met amateurs die heel graag willen. Kom jij wel eens mensen tegen met motivatieproblemen? Tuurlijk. Elke week. Elke dag. Er is wel iemand in mijn groep die dan zegt... vandaag laat ik hem echt schieten, want ik ben echt op. Het komt er echt niet meer uit. Prima. Weet je, ik heb nog nooit tegen iemand gezegd... Ja, kom op, joh, zit nou niet te zeiken... Je gaat die training GVD doen, want anders dan stoppen we ermee. En wat als dat een week duurt? Ja, dan ben ik al... Een week gaat het bij mij nooit duren, want dan ben ik al, denk ik, meer aan het vissen en aan het praten en om te bekijken van wat er achter zit, wat er aan de hand is. En niet zozeer dat je nu moet je aan de slag. Nee, dan weet ik eigenlijk, dit is gewoon, er is iets aan de hand wat niet goed is. En dan is trainen op zich misschien hetgene waarvoor ze bij mij komen. Maar
Er zit nu een groter probleem wat speelt, waardoor het plezier in het sporten ook weg is. En dan moet je dat eerst zien te achterhalen wat dat is. En dat oplossen, dan komt dat plezier in het sporten daarna ook wel weer terug. Precies. Plezier in het sporten, Jurgen. E-sports. Ja, superleuk. Kan ook. Zwift racen, FIFA, soccer. Ja, dan bewegen ze minder. Daar zit het voor de toekomst, toch? Nou, dat denk ik zeker, ja. Ja? Ja, nee, ook. Kijk naar die nieuwe Olympische sporten. Het sportklimmen. Ja. Het skateboarden, noem maar op. Dat sowieso. Wat korter, wat heftiger. Precies. En e-sports, ja, ik vermoed dat dat... Weet jij of er al onderzoek wordt gedaan naar de fysieke belastbaarheid van zeker. E-sporters? Ja. Nee, maar juist cognitief heel goed. Hè? Daar worden echt heel goed. En je ziet daar toch ook door de spanning, wedstrijdspanning vaak... Nou, de hartslag gaat toch ook wel lekker omhoog en zo. Het is, alleen ze zitten vaak wel, hè? En dat is nog even een ding. Nee, maar eigenlijk wordt het toch... ja, hangt een beetje natuurlijk vanaf wat je precies doet. Toch echt gezien als ja, lichamelijke inspanning. We moeten niet te lacherig over doen. We moeten daar niet te negatief op neerkijken. Ja. Leuke vraag, Rob. Zijn er nog andere... vragen, kritische tegenwerpingen. Ja, ik zie dat divers. Hij mag eerst naar Marloes en dan naar Arno. Ja. Nou ja, de beweegpil. Voor mij zou het misschien wel geholpen hebben. Nu heb ik mensen om me heen getroffen. Ja. Ik denk dat je voor de rest van de zaal en de luisteraars ja, iets context moet geven. Nou, maar de context is dat ik een progressieve spierziekte heb, maar inmiddels 5 hele triathlons ben gefinished. Ja. 2016 volledig in de rolstoel. En er waren 2 personen... 16, hè? Even ja, 16. Ja, dat is niet 2016. Zo heel lang geleden. Ja. Er 2 personen op mijn pad zijn gekomen... die hebben gezegd... kom, we gaan jou uit die stoel krijgen. Als die er niet waren geweest... had ik geen 5 hele triathlons gefinished. Dus als er een beweegpil kan helpen... om je over die drempel te krijgen... denk ik wel dat het ondersteunend is. En dat is ook wat ik de kritiek op de afslankpil heb. Ik ken er nu 3 die hem gebruiken... die jarenlang hebben geworsteld en doen met hun gewicht. En het lukt nu eindelijk. Ik denk dat een beweegpil meer in een ondersteunend programma zou kunnen helpen... dan dat je het moet zien als een oplossing. Ja, ja. En dat is denk ik ook met de afslankpil zo. En dat je zegt een soort om een verandering in gang te kunnen gaan zetten. Een ja, soort kickstarter. Een kickstarter, maar uiteindelijk zijn er meer componenten nodig. Want het is je levensstijl wat moet veranderen. En ik denk dat... daarin ben ik er niet op tegen. En kan het ondersteunend zijn aan. Niet iedereen heeft een sociaal netwerk om zich heen. Of het geld. Want misschien moeten we het ook hebben over... bewegen, als het echt zo gezond is... waarom gaan we dan de BTW omhoog heffen? Ja. Maar die gaan we hier niet doen. Maar nee, goed dat punt. Weet ik. Ja, maar goed gedropt. Dan denk ja, ik wel. Ja, ja eens. Wij eens doen allemaal sporten waar we de mooiste schoenen voor kunnen kopen... of de duurste fietsen, ja, of weet ik het wat. Hoe hou je het toegankelijk? Maar hoe hou je het toegankelijk en betaalbaar? Want ik denk dat er best wel mensen zijn die willen, maar niet weten hoe. Eens. Mooi. En een deel van je verhaal herken ik ook. In dat begin, dat voor mij was het dan, dat heb ik ook wel vaker verteld... een event, een fun run, waar ik dacht... oh ja, ik vind events heel leuk, ik ga wel 5 kilometer rennen, ik vind het super stom. En toen nog een keer, en toen dacht ik, oh, ik ga een beetje oefenen. En dan langzaam gaat dat... motortje lopen en ga je ook op je gezondheid letten en weet ik veel. Dus je hebt ergens een beginnetje nodig om die verandering in te zetten. Ja, dat klopt. En als het een pil kan zijn, toch? Ja. Mooie aanvulling, Marloes. Arno, jij had ook... Ja? Ja, ik zat mee te denken... zijn mensen niet vaak meer geholpen met een soort van start-up pil... waar je dan ook iets van spierversterkende dingen in hebt zitten of zo? Want je ziet ja, ook, dus zit in dezelfde denklijn. Meteen al afhaken omdat ze binnen 2 weken geblesseerd zijn... omdat ze keihard van start gaan natuurlijk. Ja, een start-up pil die specifiek het blessurerisico... in de eerste 3 tot 6 maanden verkleint. Jurgen? Ja, ja, ideaal, hè? Ja. Dus ja, dus dat je het net niet te leuk al vindt. Hè? Dat je niet meteen elke dag 5 uur op dat ratje in je woonkamer gaat rennen. Nee, dat moeten we vermijden. Nee, maar dat klinkt wel natuurlijk, past een beetje ook bij Marloes. Dus ja, maar dit is wel een leuke nieuwe component van de pil waar wij niet aan denken. Dus die pil, die polypil, daar moet misschien ook wel een afremcomponent in zitten. Zeker. Doe maar even rustig. Ja. Jij bent deze week al 2 keer geweest. Nee, maar even ook... Want als hier mensen meeluisteren vanuit de voorschrijvers van de Ozempic... die zullen zeggen, ja, let op, het wordt een beetje naar buiten gebracht nu... van iedereen krijgt die pil en de kilo's vliegen eraf. Die mensen die die pil mogen hebben, dus de obesitas mensen... of juist mensen met diabetes, die moeten ook
een leefstijlprogramma volgen. Dat is eigenlijk, dat blijft nummer één. Dus die combi, dat moeten we wel zeggen, het blijft, het is en-en. En in die zin kan een pil inderdaad ondersteunen. Een beetje dat duwtje in de rug geven. Dus ja, dat moeten we wel in het achterhoofd houden. Kijk even naar Mirte. Sinds maart, Mirte, ben je al geblesseerd geraakt? Pijntjes? Nee, gelukkig. Heel goed. Rustig, hè? Doseren, doseren, doseren. Heel goed, heel goed. Leuke aanvulling, Arno. Nog andere? Ja, vragen, opmerkingen. Jij mag... Menno, ja, zo. Ja, kun je ook spieren en coördinatie ontwikkelen met een pil? Ja, leuk, jij gaat zeker zo de gymzaal in met haar. Ja, spieren wel, denk ik. Met die anabolen en in combinatie natuurlijk wel met blijven trainen. Ja. Veel eiwitten eten. Maar coördinatie bedoel jij het aansturen van het spieren? Ja, het gebruiken maar coördinatie, ja, dat is een heel ander ding. En dat, ja, dat denk ik dat Jorik daar misschien ook wel wat een... Hij zit hier, Jorik Hendriksen van het ASM. Ja. We weten natuurlijk al wat hij gaat zeggen, maar het is wel leuk. Geef hem even, gooi de dingen aan toe. Misschien in etappes, ja, even teamsport van maken. Want dat is in die muizenstudies in ieder geval allemaal niet getest, laat ik het zo zeggen. Jorik, kan je coördinatie en bewegen ook in een pilletje vangen, denk je? Goh, ben ik te verstaan? Ja. Ja, nee, dan moet je natuurlijk eerst nadenken, wat is coördinatie allemaal? Vaak is dat de meeste mensen die in de trainingsleer zitten, wordt coördinatie als onderdeel van de bekende kluks gezien. Coördinatie, lenigheid, uithoudingsvermogen, kracht, snelheid, voor de meesten hier denk ik bekend. Met ASM hebben die eigenlijk gesplitst. René en Geert, die hebben daar 7 vormen van coördinatie in gestopt. Ja, het reactievermogen is daar één van. Volgens mij zijn er pillen die het reactievermogen wel verbeteren. Ja, verbeteren. Okay, dus dat ook in de polypil. Die werkende stof zou je er misschien uit kunnen halen. Ruimtelijk oriëntatievermogen. Ja, weet ik niet. Sneller de omgeving kunnen scannen. Dat is misschien ingewikkelder. Maar uiteindelijk de fijne technische vaardigheden. Kinetisch differentiatievermogen bijvoorbeeld. Het watergevoel met je handen in het water. Of een goede economische afzet op de grond met rennen of op de fiets. Daar ga je niet slikken, hè? Nou ja, nee, ik heb het niet gevonden. Ik denk dat we dat allemaal aanvoelen. Nee, ik hoor je scepticisme. Mooi, Jurgen. Guido, als we langzaam toewerken naar een conclusie. Die beweegpil. We hebben al veel meer nuance gehoord dan zinvol of onzin. Maar waar sta jij? Ja, ik vind van mezelf dat ik in de gelukkige situatie zit, dat ik gewoon van mezelf gewoon graag beweeg. Dus voor mij hoeft het niet. Maar ik snap ook wel dat er gewoon mensen zijn die je wel goed kunt helpen als er een beweegpil is die bepaalde dingen voor je kan doen die je op dat moment niet kan vanwege een beperking, een ziekte waar je eigenlijk wel weer terug wilt, wat je straks wel weer kunt sporten omdat je dat leuk vindt. Ja. Maar niet voor mensen die dus eigenlijk... overgewicht, allerlei andere klachten, ziektes hebben en bewegen eigenlijk helemaal geen ruk aanvinden en ook dat helemaal niet willen, maar geef hem maar een pilletje, want dan kan ik gewoon met mijn slechte levensgewoonte gewoon doorgaan. Ja, dus in feite dat zeg jij ook als arts, het moet gewoon in het normale domein van medicatie blijven. Dus er komt hier innovatieve medicatie aan die je voorgeschreven kan worden door een arts op het moment dat er een probleem is wat je daarmee wil oplossen. Dan is het eigenlijk gewoon patiëntenzorg. Ja, precies. Helder. Jorik, je wilde nog wat aanvullen? Ja? Ja, ik vroeg me af, wat maakt dan... Guido gaf aan van, ik wil gewoon heel graag bewegen. Wat maakt dan dat hij dan eigenlijk wel zegt, ik wil heel graag bewegen, ik doe het daar dus ook dan heel veel, en anderen dan niet? En zouden die anderen dan wel de pil willen om die voordelen te krijgen? En als ze zo graag die voordelen zouden willen krijgen van die pil, zou dat voor hen dan niet al voldoende motivatie zijn om te gaan bewegen? Maar wat zit daar dan achter dat Guido wel heel graag wil bewegen en anderen niet? Ja, die mensen hebben hier natuurlijk niet in de zaal zitten. Weten we daar iets van, Guido? Of je... Ja. Mag ik daar wat zeggen? Ja, ja, ja. Mag de microfoon die kant op, Jorik? Vertel. Ik denk dat ik in dezelfde andere sporten, maar ik mag ook wel graag bewegen. Maar ik heb collega's en die maken heel graag muziek. Ja. En zeker hun mentale gezondheid halen zij uit hun muziek. En niet uit bewegen. Ja. En die vinden het gewoon echt niet leuk. Ze zijn verder wel fysiek gezond, zijn ook wel slanke mensen, maar het is... Ja. Ja. Ja, maar dat is ook een heel belangrijke reden. Als je je plezier daaruit haalt. En dat denk ik iets
als je iets gaat doen, muziek maken, schilderen, kunst, puzzelen, maakt niet uit, hardlopen, fietsen, wat wij dan doen. Als je daar heel veel plezier uit haalt, dan doe je dat graag. En dan wil je dat ook wel elke dag wel een keertje doen. En dan is dat echt helemaal geweldig. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is, gewoon het plezier erin hebben. En niet omdat het van anderen moet, omdat je dan gezond zou zijn. Dus jouw bijdrage is eigenlijk, je sluit erop aan. En je zegt, we moeten ook misschien niet die andere 50% aan het bewegen willen krijgen. Want die halen hun geluk uit iets anders. En als ze ziek worden, nou, dan mogen ze misschien in de patiëntenzorg. En dan moeten we dus niet preventief beweegpillen in gaan stoppen. Toch? Begrijp ik een beetje. Maar wandelen en zo doen ze vaak toch wel. En fietsen naar hun werk en dat soort dingen. Dus ze bewegen wel wat. Maar fietsen naar hun werk doen ze wel. En wandelen doen ze ook wel. Maar het sporten zoals Is niet voor hun. Ja, dat is denk ik wel een belangrijk punt. Hè? Dat sport wordt altijd gezien als competitie en hard trainen, et cetera. Ja. En dat is ook een misverstand, denk ik. Wat mensen dit bewegen is ook. Je ziet het aan mij. Ja, gewoon van je stoel afkomen, even wandeling maken, een stukje fietsen. Nou. Ja. Je ziet het in mijn beroepsgroep. Ik ben sportarts. Dat is vaak nog wel voor veel mensen al afschrikking. Een afschrikking van maar ik doe helemaal geen sport. Dus er zijn ook al van die sportartsen die dan ook gewoon beweegarts noemen. En er zijn ook beweegklinieken in plaats van sportmedische instellingen. Het gaat er ook niet om dat je per se aan sport doet, of dat georganiseerd is of niet. Eigenlijk is het gewoon dat je gewoon genoeg moet bewegen. Je moet je lichaam gewoon aan het werk zetten. En of dat wandelen is, in de tuin werken, wat we allemaal een stukje op de fiets naar de boodschappen halen. Helder. Dan staan we weer rond bij die beweegnorm. Ik zag nog twee vingers en ik kijk op ons klokje met onze ambitie om het onder het uur te houden. Marlies, jij wilde nog wat aanvullen? Die zit daar. En dan kom ik nog een keer via Frank en Marnix en dan gaan we eruit. Ik ben Marlies. Ik ben voormalig fysiotherapeut. En ik heb heel veel gewerkt met mensen die in eerste instantie intrinsiek niet gemotiveerd waren om te gaan bewegen. En 15 jaar geleden op de opleiding leerde ik nog dat ze alleen maar met intrinsieke motivatie konden werken. Dat is later veranderd en toen hebben ze gezegd, nee, mensen mogen het ook eerst voor jou doen. Dan gaan ze verbeteren. En dat verbeteren, dat stukje waar ze dan merken van, hey, ik kan dit eigenlijk wel. Daar komt het plezier. Dat ze zien, ik kan toch dit wel gaan doen. En dan komt de intrinsieke motivatie daarachteraan. En ik denk dat je dat met een pil misschien ook een soort van kan bewerkstelligen. Begin maar eerst even makkelijk. Mm-hmm. Dan ga je vooruit. Je gaat merken dat dingen makkelijker worden. En dan komt dat plezier daarna erachteraan, waar de intrinsieke motivatie alsnog komt. Ja, mooi. Dit zit ook in de aflevering met Gerben Bakker. Waar is hij over motivatie? Die ook zei, we doen een soort van intrinsiek versus extrinsieke motivatie. En het ene is slecht en het andere is goed. Hij zegt, je moet externe motivatie gebruiken als een kickstarter. Daar moest ik ook aan denken toen jij het zei, Marloes. Om dat proces op gang te zetten. En dat doe jij dus ook in de fysiotherapie. Ja, dat was ook voor mij soms tegen mensen zeggen, vergeet niet dat jouw huishouding, als jij zelf stofzuigt, ook al bewegen is. Ja. Ja. Begin dan maar simpel. Hou het dan maar eerst in huis. Ga zelf weer de trap oplopen. Ga zelf wel boven die was even uit de machine dus halen. Dus het echte probleem van de technologische vooruitgang zijn de fatbikes en de robogras en stofzuigers, toch? Ja, precies. Daar moeten we vanaf. Misschien. We gaan nog even naar Frank. Dat moet in etappes, dus we hebben teamwork nodig. Wie pakt hem in het midden? Nee? Oké. Okay. Nou ja. Heel goed. Dat gaat lekker snel. Ik zal hem kort houden. Wat ik nog helemaal niet hoor, is dat het ook wel een probleem met onze gezondheidszorg in de lange termijn betaalbaar te houden. Ja. Als we een relatief luxe probleem van ik wil niet sporten, ik zou het wel moeten, ook nog eens een keertje gaan oplossen om daar met veel geld de farmaceutische industrie daar op te zetten, dan denk ik van ja, die energie zouden we beter kunnen gebruiken voor nuttige medicijnen. Er zijn heel veel volksziektes die nog uitgeroeid zouden moeten worden en waar we geen medicijnen voor nodig moeten hebben. Ja, dan weet ik al wat Jurgen zegt. Die zegt, Frank,
Een pilletje is een stuk goedkoper dan al die ambulances en die hartinfarcten laten rijden. Ja, daar ben ik dan helemaal met Jurgen eens. Maar ik hoor hier ook andere mensen zeggen, intrinsieke motivatie ga je niet met een pil op helpen. Nee, dus ik vind daar nog best wel over nagedacht kan worden dat het relatief een luxe probleem is. Als je kijkt, Ozempic kost op dit moment tegen de $1000 per maand in de Verenigde Staten. Onbegrijpelijk. Helder. Hey, het is een rijke luispil, inderdaad. Ja. Maar niks. Ja, we hadden het eerder ook al over de runner's high. Wat voor mij met hardlopen werkt is de stoffen die je krijgt in je lichaam. Dat maakt dat je het ook graag wil gaan doen. Mensen die niet sporten in mijn omgeving, die hebben die ervaring niet. Dus dan is de drempel ook daar naartoe is wat groter. Kan je niet misschien ook met een pil werken waar die stoffen in zit, dat ze die tijdelijk mogen gebruiken? En om daarmee door te gaan moet je dus sporten. En dat de drempel is om dat te kunnen gaan doen. Ja, ja, ja. Mooi. En het zit in dezelfde lijn waar we eigenlijk nu uit lijken te komen. Enerzijds primair wellicht medisch domein en echt voor oplossingen. En als er een kans ligt, dan ligt er in het kickstarten van een proces en het op gang brengen van een, of het ondersteunen van een leefstijlverandering. Ja. Nou, Jerry, het is omdat jij het bent, hè, trouwe reaguurder van de podcast. Jij mag de laatste keer de microfoon in je handen en dan ga ik hem rustig afsluiten. Is het niet eigenlijk gewoon dat je moet beginnen in de opvoeding en op school, dat mensen alles leren? Zeker, Jerry. En wat dan als jouw dochter met een groepje naar school wil fietsen en die hebben allemaal een fatbike en zij niet? En dan valt ze buiten en dan zeg je, nou, doe toch maar ook een fatbike, want dan kan ze tenminste... Meer uren gym op school. Dat soort dingen. Dan raak ik zo... Meer uren gym op school? Ja, gemotiveerd. Of na schoolse opvang, dat ze daar iets met sport doen. En als je daar in de jeugd mee begint, neem je later mee. Want ik denk dat heel veel mensen die nu sporten, die ouder zijn, het ook vroeger veel meer gedaan hebben. En dan het ook leuk vinden. En als je iets leuk vindt, dan doe je het vaker. Ja. En als je daar vroeg mee begint. Het is een mooi haakje. Leuk, kan ik een cliffhanger maken. We gaan zo de quiz spelen. Daar komt ook nog iets in naar voren. En de mensen die nu nog luisteren, we gaan het tweede deel als een bonusaflevering ook wel presenteren. En dan kun je dat ook gaan horen. Tot slot, Jurgen. Beweegpil, slotwoord. Eigenlijk niet, nee. Maar ik zie toch ook wel voor bepaalde groepen. En mits heel erg duidelijk voor welke groepen dat zijn. En het heel duidelijk is dat alleen een arts met verstand van zaken die mag voorschrijven. Zie ik het er wel van komen uiteindelijk. Ja. Aan de andere kant, ja, iedereen die zal ook zeggen, ja, maar je kan dat nooit. Inspanning heeft zoveel effecten op lichaam, op zoveel organen, op zoveel cellen. Dat kun je niet in één pil vatten. Exact, dat zegt iets over de haalbaarheid. Maar ik hoop dat jullie ook hebben gevoeld, en ook iedereen die luistert, toen we hier aan begonnen, dacht ik, wat is dit nou voor onderwerp? Wat jij lachte echt uit. Ik lachte jou letterlijk uit. Dit gaan we niet doen, alle twee, want dan is het afgelopen. Zei, dit is toch duidelijk, dat wordt hem niet. En in onze voorbesprekingen, en ik hoop dat we dat over het voetlicht hebben kunnen brengen door die vragen, het ligt toch wel erg genuanceerd. En hier wel, dit wel, dat niet. En ik vind dat een leuk gesprek om met elkaar over door te praten en over door te denken. Want het scherpt ook waarom je wel sport of hoe je mensen in je omgeving mee kan trekken. Of dat setje voor kan geven om die mooie virtueuze cirkel ook bij al die anderen op te gaan starten. En ik denk dat dat een mooie rol is die wij als beweegadepten, ik vermijd het woord sport al, als beweegadepten wellicht kunnen gaan spelen ook in onze eigen omgeving. En dan ga ik eraan beginnen. Dan schuift Jochem straks in de aflevering zo weer een beetje muziek eronder. Want dan zegt hij, hij gaat afkondigen. Ja, want als je nu luistert, dan wil je misschien wel meepraten over dit onderwerp. En dan kan je ons op een aantal manieren bereiken. Jullie weten het allemaal. Wij zijn de @slimmerpodcast op Instagram. Als je ons nog niet volgt, ga dat vooral even doen. Want Paul, die zou ik zo ook voorstellen, loopt hier rond. En die is de hele dag ook leuke stories aan het maken van hoe het hier er vandaag aan toe gaat. Dus als je vandaag gemist hebt, kun je dat ook terugkijken. En, ik zei het al eerder, wij zijn de Slimmer Presteren podcast op LinkedIn. Dus ga ons daar vooral even volgen. Op die kanalen krijg je iedere vrijdagochtend te zien waar de aflevering van die week over gaat. Maar ook aankondigingen van leuke events, nieuwe merchandise en alles wat je moet weten. Je kan ook naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die kun je pakken, die kun je delen, daar kun je op reageren. Als je daar een seconde of 6 tot 9 rondhangt, dan krijg je ook een pop-up. Dan kun je je aanmelden op de mailinglijst. En dan krijg je ook iedere vrijdagochtend de aflevering in je mailbox. En je vindt er natuurlijk ook de webshop waar je al die mooie merchandise kan bestellen.
En wat je ook kan doen, met veel plezier, je kan ons mailen via post@slimmerpodcast.nl. Die mailbox, die zien wij allebei. En daar zitten hele mooie, soms, zag ik gisteren ook weer, ook soms ook hele lange mooie mails in. Maar dan denk ik altijd wel, ja, daar moet ik even voor gaan zitten om dat te antwoorden. En dat kan soms even duren. Maar we lezen het allemaal, zoals je merkt. En je krijgt uiteindelijk ook altijd antwoord. Tot zover. Jurgen, nou is de hamvraag. Begin van dit jaar zijn we tegen elkaar. 200 komt eraan in oktober. We zouden het er ook bij kunnen laten. Ja. Wat zullen we doen? Even kijken. Je wil het publiek zien. Wat vinden de mensen? Zullen we doorgaan? Ja, oké. Guido, doe je ook mee? Jazeker, ik blijf gewoon doorgaan hoor. Oh, goed zo. Lekker daar in Hawaii. Ja. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we gewoon lekker door. Ik val hier wel bijna om. Jij valt nu om. Ja, het is laat hè voor jou. 11:30, ja, ben je niet gewend. Even een beweegpilletje en je kunt weer tegen. Nee, dat is voor morgen weer. Morgen. Okay. Kopje koffie. Ja. Mooi. Nou, wij gaan hier in Leersum op het live event nog even lekker door. We gaan daar vast ook een bonus van publiceren. Dus als je zit te luisteren en denkt, hoe ging dat verder met die quiz en het nieuws en alles wat ze te zeggen hebben, dan blijf luisteren. Maar we gaan voor nu de 200ste aflevering officieel afronden met een bumper en daarna een heel mooi applaus.